Wat hebben we voor lekkers? Huh? Zo geraakt bij gesprek. Wat hebben we? Ja, ik ben nu gevraagd door Art, mijn groenteboer, of ik wilde koken. En zodoende, hij leeft aan mij en hij zit ook in een organisatie. En puntje bij paaltje leek me heel gaaf om hier te koken. Het is toch wel een eer. Tom, had jij die harder al gedaan of niet? Een kartelmes? Ja, snijden maar drie. Het voelt sowieso wel heel goed dat er ook een restaurant uit Schouwduiveland bij is. En het voelt voor mij... Ik zit heel dicht in het water. Het is ook Film by the Sea. Dus die link met Film by the Sea en zeeënproducten, dat raakt mij enorm. Alle minuut ging tak, 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 tak. En dan meedouwen. Ja, volgens mij wel hoor. Huh? Doet hij, hè? Heb je ook nog rekening mee gehouden dat het iets met de film te maken moet hebben? Of dacht je van dat zal wel... Nou ja, kijk, het is natuurlijk, ik ben een kok die kookt met natuurlijke dingen. Dus het is moeilijk om een filmrol na te gaan maken. Zo, dat is niet mijn ding. En dat is allemaal heel kunstig, maar daar ben ik niet zo van. Ik ben echt wel voor... Ik heb het item C van Film by the Sea echt eruit gepakt. Stond hier gisteren Edwin Vinken van de Kromme Watergang. Ja. Levert dat druk op voor jou? Denk je van, oh, ik moet het beter doen? Of nou, Edwin Vinken is een van de beste koks van Nederland. En dat is hij al een poos. En, jij toch ook? Nou, ik kom net kijken. Kijk. Dan bestel je 100 van die takjes en dan krijg je 100 bakjes van Art. Waar is die? 1, dus 1 van 7. Dan heb je hier die van 7. Ik heb gezien dat alles al een end klaar is. Is het gewoon een kwestie van in de magnetron en opvoeren? Nee. Ik ben geen chef geworden om een beetje aan de pas te gaan staan. En ik vind het leuk om lekker in iedereen te ondersteunen, lekker controleren. Alles op smaak, alles in detail. Mijn koks zijn super, dus ik heb een super team. Maar er mocht wel eens wat gebeuren dat ze eventjes achterlopen, dan spring ik bij. Het is niet zo dat ik in het rijtje ga staan. Ik moet wel constant als helikopterview erboven blijven. Maar ik ben niet zo'n kok die sowieso hou ik niet zo van in de spotlights te staan. En als ik ga, dan ga ik met heel mijn team. Want, ik kan dit niet in mijn eentje natuurlijk. Neem me mee. Neem me mee, Marianne.